Oké, mensen, ik heb mijn team, wat je hier ziet, echt al heel lang. Je ziet me er eigenlijk niet vaak mee spelen. Ik speel af en toe voor de lol hier gewoon mee. Maar ik begin me te vervelen. 2,7 mil gekocht. Volgens mij is die nu nog steeds meer dan 3 waard. Dat is een echte absolute... Het gebeurt tenminste niet in een potje, dat scheelt. Zo'n Cruijff heb ik dan... Ik heb al bijna 700 wedstrijden met hem gespeeld. Ja, daar ben ik het toch rustig klaar mee. Dan heb ik het wel gezien, hoe goed hij ook is. Er zijn spelers waar je wat sneller op uitkijkt, zoals Bill. Ik kom vooral dat elke keer als ik hem zie, dan denk ik aan 1 miljoen verlies. Dit is nog meer dan 1 miljoen verlies. En dan gaat de tags er nog vanaf. Hij heeft wel een paar echt mooie goals gemaakt. Het is wel een leuke speler om te gebruiken. De pijn die ik zie elke keer als hij na die aftrap weer op het bord komt. Het Premier League Team of the Season is uitgekomen net. En meestal als je die kaarten ziet, dan wil ik ze gelijk allemaal gebruiken. En nu zelfs, ik vind er zelfs 20 die ik wil gebruiken. Dat ga ik natuurlijk niet doen, dat is veel te duur. Jamie Vardy, 1,1 mil. Salah, 1,6 mil. Oh, wat een kaart. Kovacic, Wan-Bissaka, Suyuncu. Mijn kapsel als de kappers nog 3 weken dicht blijven. Alisson, Didi, Zaha. En dit is de klapper, de duurste die ik ga halen. Kijk die kaart aan, jongen. Ik wil er deze zo graag. Linksmid past ook perfect waar ik hem wil hebben. Het zonnetje. Deze vent ramt toch elke bal erin, laten we eerlijk zijn. Oké, hoe ver zijn we nu? We zijn er bijna, mensen. Deze Stoichkov is zo slecht, totdat hij ineens een wereldgoal maakte voor mij. Op de een of andere manier raakt hij de bal helemaal verkeerd. Sorry dat deze geen Team of the Season is, maar mijn untradable Team of the Year. Die ga ik echt niet vervangen omdat het maar Team of the Season is. Rot lekker een eind op, joh. En die Van Dijk, ik zou Gomez kunnen halen, maar ja. Of Van Dijk, zou ik dat doen? Nee, ga ik niet doen. Maar voordat ik hiermee de Weekend League ga spelen, heb ik nog één ding. Ik heb namelijk een betaalde samenwerking met PlayStation. En ik host een FIFA toernooi waar jij ook aan mee kan doen. Je kan je vanaf morgen inschrijven, 8 mei. Het toernooi zal 13 mei plaatsvinden. En meedoen is echt simpel. Je kan je aanmelden. Je kan checken in de beschrijving hoe je kan aanmelden. Ik wil het ook even laten zien. Je hebt namelijk hier in PlayStation heb je events, toernooien en als het goed is, kun je die voor mij hier gewoon vinden. Hij is er nog niet, aangezien die nog niet open is, pas vanaf morgen. En dan kun je meedoen. Het is gewoon aftrap, laat me zeggen. Het is niet met fut teams dat je oneerlijke matchup krijgt tegen iemand die een veel beter team hebt. Het is gewoon lekker casual, weet je wel. Het werkt heel simpel, want je krijgt, laat me zeggen, als je moet spelen, dan krijg je gewoon een melding op je PlayStation van nu, join het. En dan zit je in het potje. Je hoeft verder eens niks te doen. Je hoeft zelf de stand niet bij te houden of door te sturen of op te nemen. Dat gebeurt allemaal gewoon in PlayStation. Werkt echt perfect. De prijzen van het toernooi, als je ver komt of wint, zijn als volgt. Maar dat is niet eens het mooie, want als je de finale wint en je wint het hele toernooi, krijg je als extra prijs dat je tegen mij mag spelen in een video die ik hier zal opnemen, waarin je een potje FIFA tegen mij speelt en de winnaar, nee, ik verlies altijd, wat zeg ik? Elke goal die jij dan tegen mij maakt, daarvoor moet ik een opdracht doen. Die opdracht heb ik niet zelf verzonnen, die heeft Koen verzonnen. Dus hoe kut ze zijn, dat weet ik niet. Ja, waarschijnlijk is de winnaar van het toernooi goed, aangezien je het toernooi wint en ga je veel tegen mij scoren. Dus schrijf je in morgen, doe mee. Jij wil me nakken, jij wil me dingen laten doen die niet leuk zijn. Ik zie het aan je. Ik voel het aan je. Je wil het, hè? Je wil het. En laten we dan maar beginnen aan de Weekend League. Ik ga nog 0-0. Ik ben nog niet... En dan gaan we beginnen aan deze Weekend League. Als het goed is, is het nog wel simpel. Want ik begin net en het is ook wel laat al in het weekend. Het is al zaterdag. Goed verhaal. Ja, degenen die nu nog beginnen zijn gewoon slecht. Hoop ik. Ik hoop niet dat ik nu mijn kaart overspeel. Ik kan zelfs geen potjes vinden. Ik kreeg het hele jaar al berichten van mensen die zeiden... Matty, slecht nieuws. Waasland Beveren. Ja, ik kan het niet goed uitspreken. Waasland Beveren. Tovenaar Warcraft. Die is voor mij die Tovenaar Warcraft. Die is goed, hè? Hier, yeah, dit is meneer de Tovenaar Warcraft. Maar er werd gezegd van, die gaan degraderen. Want die staan fucking slechter voor de Belgische competitie. Dus volgend jaar helaas niet meer de truitjes van Waasland Beveren in de game. Maar nu is het natuurlijk dat coronavirus en de competities liggen stil. Wat doet België met die mensen die onderaan staan? België in de comments. Ik had het ook kunnen googlen nu, maar heb ik nu. Ik had het ook kunnen googlen nu, maar daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon even interactie met mijn Belgische kijkertjes. Voor de Belgische kijkers die het leuk vinden eventueel, kan ik met in volle eerlijkheid zeggen dat ik vanochtend nog uitgebreid heb zitten poepen. Dat is zon. Wat, dit draait te snel. Dit draait frauduleus snel, jongen. Dit. Een Didi. Is het een Didi rechts of links? Ik denk rechts, maar ja, je weet het nooit. Maar die gegevens stond dat hij rechts is. Maar ja, staat ook dat hij 24 is. Maar hij zou net zo goed 35 kunnen zijn. Het had wel leuk nieuwe spelers kopen. Dan moet je even wennen aan je nieuwe speler. En dan kom je later, komt hij pas echt op gang. Nu heb ik rustig 9 nieuwe spelers. Dus ik moet fucking hard wennen. Ik ga waarschijnlijk van geen meter in het begin. En dan sta ik alweer 0-3. Of niet? Toch wel. Maradona schiet hem erin. Zo, hij is snel? What the fuck? Oh, wat doe je, Vardy, jongen? Hij is er niet in vorm. Wacht. Ik ben het ook vergeten. Ja, nee, je hebt gelijk.
Zonder cafeïne kunnen we niet spelen met Vardy, dat weet je zelf ook wel, hè. Ik zag laatst een filmpje, en ik weet, je moet nooit YouTube-filmpjes geloven om te beoordelen of iemand goed is. Maar dan zag Kovacic er echt uit als een beest op het middenveld, jongen. Dan kun je ook filmpjes van Jordi Cruijff gaan kijken, en dan denk je, wow, die is net zo goed als zijn pa geweest. Zo werkt het niet, want YouTube-filmpjes lijkt iedereen goed. Mattie, nou, dit begint erop te lijken. Mattie, oh, dit is leuk. Dit is geweldig. Dit is fantastisch. Hier is Mattie weg. Eerste minuut. Mattie, oh, wat een smerige overtreding moet het zijn, zeg. Vardy, trackback. Oh, oh, dat gaat weer heel makkelijk langs. Die koffie begint toch te werken met links. Wat een schot. En Vista Weekfoot natuurlijk, maar dit gaat simpel, jongen. Oh, ze hebben een party. Ik had niet verwacht dat hij zo snel en soepel zou zijn, joh, die Jamie Vardy. Ik vond hem altijd een beetje houterig. Nou, Son, oh, dit is natuurlijk Son. Ik dacht even dat ik Salah had. Hoe kan hij die missen? Bro, refund. Deze vent ramt toch elke bal erin, laten we eerlijk zijn. Son zit nu toch in het leger? Hij is nu zijn dienstplicht aan het inleveren. In Korea moet je dat volgens mij één keer in je leven doen. Maar eigenlijk voor je 27ste en als je een medaille wint of een prijs wint voor je land, dan mag je het later doen. Volgens mij, Sonnetje, goed. Dank u. Oei. Hij had een medaille gewonnen met Zuid-Korea. Ik wilde Noord-Korea zeggen. En rip Kim Jong-un, man. Rip it. Dus hij mocht het volgens mij na zijn carrière doen. Maar volgens mij is hij nu toch aan het inwisselen. Nu geen reet te doen heeft in die quarantaine. En dan is hij gelijk vanaf. En dan is hij van een gezeik af. 100.000 likes ga ik in dienstplicht in Zuid-Korea. Kutzooi. Cornetje. Oh, hij beweegt met zijn keeper. Maar daar komt Seyuntje. Seyuntje. Vardy. Een tweetje opzetten. En terug naar Son. Wat een kutbal, joh, gozer. Oh, hoe is zijn passing nog steeds zo laag? Ja, die was altijd 50 of zo, hè. Yeah. Alisson, wat is dit nou weer? Salah door, die moet natuurlijk naar rechts, dus daar ga ik even op wachten en dan boom, Son. Ik weet niet wat Son vandaag... Oh, hij zit er wel in. Oké, okay. Die schiet blijkbaar zo hard dat die keeper die gewoon niet kan houden. Hij hield hem toch tegen met zijn handen of was gezichtsbedrog voor mij? Hij scoort gewoon weer. Ik ga gewoon echt verliezen. Nee, joh. Goeie voorzet, Salah. Goed, Vardy, boom. Waarom ligt hij er niet in? Waarom pakt die keeper? Waarom pakt die keeper die met die voet? Kopbal Vardy. Nu wel. Lekker. Hij kan echt goed afmaken. Hij kan ook goed koppen. Nu voor die laatste fase van de pot nog even. Goed, Didi. Nee, nog. Ik wist het. Kom, wat? Maar je... Oh, god. Ik heb zojuist verloren van een Mogol met twee leenspelers. Als het goed is het nog wel simpel, want ik begin net en ik... Zeer hutsit. Ik had ook minder balbezit dan de gozer in de eerste wedstrijd. Ik... ben ook zo fucking slecht. Kom op, hou het positieve gevoel erin. Leenspelers. Oh, leenspeler Huguen. Nu word ik bang. Vorig had Maradona, maar... leenspeler Huguen. Soms zit ik op het level dat ik zo vaak Higuain Huguen noem... dat ik begin te twijfelen of mensen denken dat ik het echt verkeerd uitspreek. Denken jullie dat ik dat doe? Seyuntje is niet heel goed, kan ik je zeggen. Zoek je nou een goedkope optie voor je Premier League... Oeh, alleen Stoichkov kan dat. Ja, die krijgt de bal schietkoop binnen en dan is het kaas. Zoek je nou een goedkope Premier League centerback, koop niet Seyuntje. Koop lekker gouden Joe Gomez van 900 coins. Chop en dan terugleggen op ons Vardy. Boom, lekkere goal dit. Jamie Vardy. Hij valt me tot nu toe nog wel meer mee dan Son, ik weet het niet. Hij is klinisch, jongen. Zaha. Ik vind die zijn vet ook chill, jongen. Ik voel die gouden kaart al chill. Die gebruikte ik in me van 0 naar 1 miljoen coins. Joh. Oh, Didi. Oh, Didi Wilfred. Hij doet het binnenkantje paal. De nieuwe Ashen. Oké, okay, Kovacic. Ik ben benieuwd of de YouTube filmpjes klopten. Oh, goed. Tegen zijn eigen hoofd aan. Oh, Son. Dat is lekker meegenomen. Oh, nog een keer lekker meegenomen. En een chipje. Lekker, jongen. Dit is goed. Dat chipje met links daar is zo heerlijk, hè. Gaat hij dan nog een keer? Of wat gaat hij doen? Salah, oh, toch naar rechts. Oh, dat verwacht je niet. Dan schiet hij met buitenkantje links. Ik vind eigenlijk niet eens dat ik mag juichen, omdat ik het vorige potje al verloren heb. Ja, tuurlijk zijn deze tegenstanders in Weekend League slecht voor als je 0 om 1 gaat. Hé, maar je mag wel verdedigen. Dat vind ik op zich niet erg, hoor. Oh, hij scoort gewoon. Met Huguen! Oh, hij doet het gewoon. Oh, dit is een vernedering, mensen. Kovacic, heeft hij een beetje skill aan de bal? Dat is de vraag. Ja! Dat is wel zo, ja. Run. Oh, Zaha, neem me mee. Oh. Oh, wat een goal. Helemaal zelf vanaf eigen helft. Wat een skillrun. Hij valde eigenlijk 3 keer onderweg. En deze tegenstander doet geen enkele moeite om te verdedigen. Dus kut goal eigenlijk, ja. Eigenlijk een kut goal. Robertson met de corner. Waarom neemt Robertson de corners? Seyuntje. Seyuntje. Oh, Seyuntje. Oh, Seyuntje.
En hij is toch nog weg. 7-1. Nou, leuk. Weet je, ik ga even lekker spelen met het team. En ja, het restant van deze Weekend League ging ongeveer zo. Ja, althans, dit is wat ik hoopte dat zou gebeuren. Wat in werkelijkheid gebeurde is dat ik nog wel van 0-1 naar 10-1 ging. Naar 15-3. Maar toen ergens ging het mis. Aangezien Suyuncu echt niet normaal slecht is. Ik ben maar gestopt bij 17-8. Player picks, here I come! Rozen zijn rood, Koen zijn buik is harig. Mam, je bent jarig!